normaal werk je iedere week naar het weekend toe, naar die match. Dus nu is het een beetje trainen zonder een bepaald doel te hebben, zal ik maar zeggen. En je wilt iedere dag beter worden en dergelijke. Maar ik denk, op dit moment in het seizoen is er niet echt nood om bijvoorbeeld nog extra te werken aan fysieke kwaliteit of aan andere dingen. Dus het is een beetje trainen om te trainen, om mee te onderhouden en om klaar te zijn natuurlijk als ik terug mag spelen. Maar 5 weken is wel enorm lang om die periode te overbruggen. Dus.